Hallo lief allemaal, hier even een kort filmpje. Even een snel filmpje, maar een heel belangrijk filmpje. Dit filmpje gaat over de rozenkrans. En waarom het dus zo belangrijk is dat wij de rozenkrans bidden. Want je kan je misschien afvragen, ja, wat is eigenlijk de rozenkrans? Wat betekent de rozenkrans? En waarom zou ik eigenlijk überhaupt de rozenkrans bidden? Nou, de rozenkrans betekent heel makkelijk gezegd een tuin vol rozen. Dus elke keer als je één rozenkrans bidt, of elke keer als je één weesgroet bidt, is het net of je één roos aan Mama Maria geeft. En waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat wij dus een roos aan Mama Maria geven? Het is heel belangrijk dat wij de rozenkrans bidden en dat we ook een roos aan Moeder Maria geven. Omdat de rozenkrans haar lievelingsgebed is. Nou, ook bijvoorbeeld als je van iemand heel veel houdt en je weet bijvoorbeeld dat diegene bijvoorbeeld dat het bijvoorbeeld zijn lievelingseten is, of zijn lievelingsplek is, of zijn lievelingsfilm is, of een lievelingsboek, dan wil je daar ook in verdiepen. Dus het is heel belangrijk dat wij onszelf in de rozenkrans verdiepen, omdat wij weten dat het een lievelingsgebed is van Mama Maria. En heel lang geleden baden de monken elke dag 150 psalmen. Maar er waren heel veel mensen die niet konden lezen. En dus daardoor hebben de monken een gebed samengesteld van 150 weesgroetjes, zodat iedereen eigenlijk ook kon mediteren, ongeacht of je kon lezen of niet kon lezen. Dus het is eigenlijk bedoeld ook om niemand buiten te sluiten. Dus de monken hebben dus zo het gebed samengesteld van 150 weesgroetjes dat hebben ze zo samengesteld. En wat ik wou zeggen van de rozenkrans dus bedoeld ook om niemand buiten te sluiten. Dus daarom is de rozenkransgebed ook niet alleen maar bedoeld voor katholieken. De rozenkransgebed is niet alleen maar voor katholieken bedoeld. De rozenkransgebed is een gebed voor elke christen. Dus ongeacht of je katholiek bent of niet katholiek bent, of je een volger bent van Jezus Christus, of je een christen bent. Ook rozenkransgebed is voor iedereen. Ik zal hieronder ook twee links vermelden. Zijn allebei wel Engelstalig. Ik hoop niet dat het een probleem, de taalbarrière een probleem zal zijn. Eentje gaat over de geschiedenis van de rozenkrans. De andere gaat over van waarom de rozenkransgebed eigenlijk voor ieder van ons is. Of je nou katholiek bent of niet, of protestant bent. De rozenkransgebed is voor iedereen. Dus die inleiding is zeer leerzaam. Het heeft me echt heel erg geholpen. Dus ik hoop dat het bij jullie hetzelfde effect mag hebben. Maar waar was ik gebleven? Dus de monken hadden de rozenkrans samengesteld. Rozenkransgebed samengesteld. En heilige Dominicus heeft de rozenkransgebed heel erg populair gemaakt. Omdat heilige Dominicus wist dat de rozenkrans echt een gebed was met heel veel die heel veel macht had. Dus met de rozenkrans kan je leven veranderen. Je kan door de rozenkransgebed zelf de moeilijkheden in de wereld kunnen we overwinnen. We kunnen zielen met de rozenkrans overwinnen. We kunnen onze zonden overwinnen. Onze geestelijke strijd kunnen we overwinnen met de rozenkrans. Met de rozenkrans hebben we eigenlijk de macht om alles te overwinnen. Maar ik had altijd de angst, een hele grote angst, om een devotie te hebben tot Mama Maria. Want ik dacht, als ik een devotie heb tot Moeder Maria, dan neemt het af van mijn relatie met Jezus. Want Jezus was mijn leven en is mijn leven. Maar God heeft mij de genade te geven om te zien dat als wij Moeder Maria volgen of als wij de rozenkrans bidden, dan neemt het niks af van onze relatie met Jezus. Maar de rozenkrans bidden houdt eigenlijk in dat we naar het leven van Jezus Christus kijken, maar door de ogen van Moeder Maria. Dus Moeder Maria laat ons eigenlijk zien door de rozenkrans van hoe we eigenlijk Jezus kunnen dienen, hoe we Jezus kunnen behagen. En hoe mooi is dat? Dus wees niet bang. Als je net als mij bang bent, wees niet bang. Wees niet bang om een rozenkrans te bidden, om een rozenkrans te gaan kopen, om je te verdiepen in de rozenkrans, om je te verdiepen in Moeder Maria. Want Moeder Maria zal nooit komen te staan tussen jouw relatie met Jezus. Maar Moeder Maria's doel is eigenlijk om jou naar Jezus te leiden.
En zij wilt ons leiden in één rechte weg. Er is één rechte weg naar Jezus. Er is geen andere weg naar Jezus. Als we Jezus willen volgen, is de één rechte weg. En dat is iets waar moeder Marians bij wil helpen. Dus eigenlijk elke keer als we een rozenkrans pakken, is net of we de hand van moeder Maria vastpakken. En een rozenkrans heeft dus 150 kralen. Dus net als elke keer als we één hele rozenkrans hebben gebeden, hebben we net een hele grote bos roos van 150 rozen aan moeder Maria gegeven. Nou, hoe mooi is dat? Dus het rozenkransgebed is een heel simpel gebed, maar een heel machtig gebed. Dus ik wil deze video beëindigen van, het is heel simpel, maar het heeft zoveel macht. Dus eigenlijk binnen één kwartier heb ik de rozenkrans gebeden. Maar binnen één kwartier kan je eigenlijk je leven veranderen. Dus door dagelijks de rozenkrans te bidden, door je dagelijks jezelf toe te vertrouwen aan de moeder Maria, kan je de wereld om je heen een stuk beter maken. Dat laat ik je erbij en dan zie ik jullie in mijn volgende filmpje.